Zaterdag 2 juli 2011 organiseerde Natuurlijk Goeree Overflakkee voor de vijfde keer een agriculturele dag. Het vond plaats op Hofstede Lust en Last in Sommelsdijk. Het doel hiervan is om landbouw, natuur en cultuur dichter bij elkaar te brengen. Bekijk de impressies van deze dag. En zie je nog met geluid erbij? Lekker hoor, die kersen. Dit zijn er nog goede kersen. Heeft u misschien interesse in het volgen van een cursus of een lezing over kunst en cultuur? Of dat u zegt van, hé, wij willen graag komen en is er iemand nog meer uit goede reden? Want, ja, mensen moeten zich bij ons opgeven. Dus ja, dan... Ja. Dus wie weet, niet gesloten zeker mens. Dat bedoel ik. Op die manier een beetje zich in elkaar vermengen. Ja? Dus je werkt eigenlijk laagsgewijs met acrylverf. Probeer gewoon lekker uit te leven. Het is veel belangrijker dat je vanmiddag een paar uurtjes gezellig en lekker bezig bent en je hebt uit zitten leven, dan wanneer je bekrompen gezeten hebt en je hebt straks een mooi plaatje wat toch een ander niet mooi vindt. Hè? De schilder wil gewoon zijn eigen weg gaan en je hebt daar je eigen ideeën over. En die moet je ook uiten. Dat zeg je nu, dan moet je half uur uit. Nee, maar dat is, je zult mij ook nooit horen zeggen van ja, je doet nooit iets verkeerd. Moet het lukken? Je loopt over de beste. Ik kan het hebben, zeggen ze dan altijd tegen me. Dank. Ja, je komt eens even bekijken. Ik kan de dagwerker aan krijgen. Nasjiperen. We hebben een nasjiperenboom gehad. Is dat een bijzondere peer dan? Het is een Aziatische peersoort. Hij is rond, hij is hard. En het is toch een lekkere peer. Okay. En hij is heel fris. Ik zoek. Heerlijk, heerlijk. Ja, nog een heel rapport heeft hij gemaakt. Ja.
En vandaar dat we weten dat het ongeveer 1850 gebouwd is door, nou die naam ben ik vergeten, Amsterdamse. Ja, er waren natuurlijk niet zoveel van die bouwers die dat, die dat soort orgels maakten. In secretaires dan. Nog ben ik de hele dag naar die Boomgraaf met dat feest geweest, hè. Op Goeree Overvlakke. Knap stuk rijden was dat. En nou ben ik echt moe. Mijn buik zit vol van kaas en honing en jam. Oh, slapen. Miauw. Miauw. Oh nee, en niet de kattengejank alweer. Miauw, miauw. Soms onverwachte effecten. Wasco-achtig. Ja, vettige wasco krijgt in. Daarom krijg je dat vlekker. Dat daarom krijg je dat vlekker. Mooi dat je denkt, dat was helemaal niet in de hoofd. Ja, maar dat was juist leuk inderdaad. Ja, hij plakt ze op iets dat in nylon, dat is een soort triplex van aluminium en kunststof. En dan gaat er een folie over. Die folie is ook van, die kun je ook in mat krijgen, maar hij houdt van. Ja, dat is wel. 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 Ja, dat is w